Welkom back bij een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. Hoeveel is het vandaag? Volgens mij is het 25 augustus of zo. Ik ga nu, het is nog ochtend, het is 10:45. Ik ga nu boodschappen doen. Jullie zien me nu echt zonder wimpers. Ik heb die wimpers weggehaald, ik kon echt niet meer. Dus ik moet nu weer wennen aan kale ogen. Anyway, ik ga nu boodschappen doen. Een beetje, ja, een soort van grote boodschappen. Het is nu 10:45 en ik heb om 11:30 afspraak bij de waxsalon. Heb ik tijd. Maar ja, ik ga nu even snel dus die boodschappen doen. En dan zie ik jullie straks. In a die car. Eventjes een break van de boodschappen. Ik loop nu naar de waxdame. Elke keer kijk ik er weer tegenop, want het doet gewoon pijn hoor. Ik ben er nooit klaar voor, maar goed, zij doet het wel goed. Ze laat je ook gewoon op de gemak voelen. We praten Tori en zo. Maar alsnog doet het pijn. Dus ik ga even dat doen. Als ik daarmee klaar ben, ga ik door met mijn boodschappen. Dus mensen, ik ben zo vreselijk moe. Volgens mij zie je het ook gewoon echt aan mijn ogen. Ik ben echt moe, man. Ik heb die boodschappen gedaan. Het is inmiddels ook echt precies 3:00. En ik was buiten over 10:30. Ik ben kapot. Ik ben echt moe. Ik heb sowieso niet de boodschappen gewezen. Ik hou er niet echt van om de boodschappen te wijzen. En vooral deze, het was veel. Dus het zal zomaar lang duren om boodschappen te wijzen. Kijk, als je een paar hebt gekocht, oké. Okay, maar dit waren echt een beetje veel. En ik ben gewoon kapot. Ik ben zo moe, maar ik lul ook. Want gisteren ging ik gewoon zomaar laat naar bed. Zomaar. Terwijl ik wist dat ik vandaag vroeg op moest staan. Ik kan bijna niet praten, want zo vreselijk moe ben ik gewoon. Ik wil gewoon nu weer slapen, maar ik spaar mijn slaap voor later. En als je dan bent gedoucht, weer, ben je weer frisser en zo. Ik ben echt kapot. Gewoon, dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik heb gewoon dit ook gekocht, terwijl de laatste dagen drink ik dit niet vaak. Maar wel af en toe, als ik in de winkel loop, denk ik van, laat me even een blikje halen. En als je het warm hebt of wat dan ook en je drinkt het koud, is het echt spannend. Ik wilde nog mijn haar doen. Ik had echt een dag uitgepland van, ik ga boodschappen doen, ik ga naar de wax, dit doen, dat doen. En dan wanneer ik thuis ben, dan kan ik mijn haar doen. Maar ik heb er de kracht niet voor. Ik heb er de kracht niet voor om mijn haar te doen. Maar weet je wat het is? Al 2 weken zeg ik dat ik mijn haar wil doen. Maar ik doe het gewoon maar niet. Omdat ik zo moe ben van dit. En moe ben van mijn haar elke dag gezinnen van oké, wat ga ik doen. Dus als ik het in een kapsel heb, dan hoef ik alleen op te staan. Even hier misschien iets te fixen. En dan kan ik gaan. En nu moet ik elke dag gaan denken van, ik wil ook niet meer. Ik wil bijna geen hoofddoeken meer dragen. Omdat die hoofddoeken ook mijn edges verpesten. En ja, dat wil ik zo min mogelijk. Maar ga even aankijken. Ga ik het doen of ga ik het niet doen? En anders doe ik het misschien later of zo. Maar dat ook weer niet, want ik wilde Amaya de haar... Ik ga van de haak naar de tak. Dat wilde ik ook weer niet doen, want ik wilde Amaya de haar doen. Ik wilde de haar met knotless braids doen. Niet dun, maar gewoon... hoe noemen ze het? Medium knotless braids. Want ze wilde graag even weer een keertje nep haar. En dat komt dan zo goed uit voor mij. Ik ben er niet goed in. Ik kan het ook niet zo goed. Maar ik wil het wel heel goed kunnen doen. En Amaya is de enige op wie ik het kan oefenen. En toch, dat zij heeft geen keuze. Dus ik kan het op haar oefenen. Maar als ik het bij mijn zus ga oefenen, dan moet ze ermee op straat lopen. Zij is volwassen. Zij kan zien van, oh, maar het is fout of wat dan ook. Nou, oké, mensen. Let alsjeblieft niet op mij in deze vlog, want ik ben never on fleek. Anyway,
Ik ben bijna klaar om Maya haar te doen. Eigenlijk had ik een expression haar gekocht in de poort vandaag, terwijl ik gewoon thuis twee nieuwe pakken had. Ik wist het niet. En ik heb deze ook gevonden thuis. Expression. Ja, ook expression, maar deze is pre-stretch. Dus ik wist al niet hoe ik moest pluizen. Dus ik had mijn zus gevraagd, waar is deze? Die ene dat je niet meer hoeft te pluizen. En ze zei, ja, dus deze hoef ik daar niet meer te pluizen. Want hieronder zie je dat het al dingest is. Anders zou het er zo uitzien aan de onderkant. En dan moest je het nog pluizen, dus die moet ik nog pluizen. Dus ik heb deze en ik heb eigenlijk nog eentje. Ik had ze gewoon thuis. En ik heb deze had ik ook. Deze had ik van een collega gehad. Bijna anderhalf jaar geleden of zo. Want toen wilde ik al vlechten. Nepvlechten doen, maar ik heb het gewoon nooit geprobeerd. Dus het is altijd in die verpakking gebleven. Dus deze moet ik wel, zeg maar, stretchen. En dan doe ik er gewoon twee rijen van of zo. En ja, dit gebruik ik. En ik heb een nieuwe pot van deze gekocht. Ik heb een grotere pot gekocht. Shine en Gem. En ik had wel nog eentje. Deze is de kleinere pot. Zien jullie dat? Maar deze is bijna op. Ik doe gewoon normaal op de achtergrond. En deze is echt perfect. Dus ik ga met deze nieuwe vlechten. Want het is gewoon fijn. Het is volgens mij ook een beetje anders hoor. Wit Honey Extract en deze. Ook hetzelfde. Maar ja. Nou mensen, ik ga die even stretchen, soort van. Kijken of het me lukt. Ga ik die voorbereiden. En dan gaan we gewoon beginnen. Het is nu 7:50. Dus ik vraag me af hoe laat ik klaar ben. Maar morgen heb ik echt geen tijd. En zondag heb ik ook geen tijd. Dus het moet vandaag. Amaya. Ziet er nu even zo uit. Had ik even snel gedaan. Ik had haar gisteren losgemaakt na een kapsel van 3 weken. Ik laat het nooit 3 weken. Maar ik had gewoon geen tijd. En heb ik even snel de haar gewassen. Even snel dit gedaan. We zien jullie zo. Zwart doen, maar ja. We shall see. 24 hours later. Nou, good morning people. Het is inmiddels de volgende dag. Ik heb gisteren niet meer verder gevlogd. Ik was zo moe. Ik weet niet waar ik aan was begonnen met Maya de haar. En ik ben ook zomaar kleine vlechtjes gaan doen. Maar ik was al zo ver dat ik dacht van ik moet doorgaan.
En als ik jullie zeg, we waren pas om 1 uur 's avonds klaar. Oh my god, ik had gewoon geen zin meer, want de eerste 3 vlechtjes moest ik zeker 10 keer opnieuw doen om echt de grip te krijgen. En het lukte maar niet, het lukte maar niet. Dus dat nam allemaal tijd, bijna bij elke vlecht eigenlijk. Pas bij de voorkant had ik een soort van, oké, dit werkt voor mij. Oh my god. En toen moest ik nog de onderkant verzinnen van, wat ga ik daar doen, krullen of... Ik snapte mezelf echt niet. Dus vanmorgen, ik zei tegen haar, we gaan het morgen afmaken. Dus nu heb ik net krullen gezet. En als ik er zo naar kijk, vind ik het oké. Ik vind het oké voor mijn eigenlijk tweede keer. Maar ik ga jullie even wijzen. Nou, let niet op haar kleren, ze heeft nog haar pyjama aan. Dit is het geworden. Natuurlijk moet je ervoor open. Anyway, ik hoef niet te draaien. Dit is het geworden, mensen. Die onderkant is niet zoals het hoort of zo. Maar, weet toch? Het kan ermee door. Ik heb een paar blauwe tussen gezet, maar ik weet niet hoor. Maar ik ga stuk. En doe even je hoofd omlaag. Dit is het geworden en ik heb zomaar kort de dunne vlechtjes gedaan. Hoe vinden jullie dat het gegaan is? Hoe ziet het eruit? Vind het wel netjes? Van de afstand denk je van saai. Als je dichtbij gaat kijken. Maar ja, ik vind het voor mijn tweede keer wel oké. En ik kan een mooie... staartjes bijzetten en dat soort dingen. Ik heb een zogenaamde zijscheiding gedaan. Amaya is sowieso blij dat ze nephaar heeft. Het is ook een beetje te lang. Maar goed. En nu ben ik Marine. Dus dat, mensen. Ik was zo vreselijk moe. Ik snap het niet. Dit laat ik sowieso 50 maanden hoor. Grapje, nee. Maar dit laat ik wel echt lang in de haren, want het was echt een hell of a job. Dus ik weet ook niet of ik me daarin ga verdiepen hoor, man. Maar goed. Het is nu 10:30. Ik heb om 11:00 mijn eerste klant. Dus ik heb alles al opgezet. Daar in de hoek. En ja, nu ga ik dan eventjes genieten. Even van mijn rust, nog even 1/2 uurtje. Dus dat... Mensen, ik ben zo kapot. Oh my god. Ik ben zo moe. Mijn vingers doen me pijn. Mijn handen doen me pijn. Ik heb gewoon geen kracht meer om iets te doen. Mijn ogen zijn ook moe. Ik ben echt moe, man. Ik ben echt moe. Ik heb net mijn derde klant gehad. Dus ik ben nu klaar voor de dag. Oh my god. Ik ben echt moe. En dan wilde ik nog mijn eigen haar doen. En toch wil ik mijn haar forceren. Maar ik denk dat dat gewoon echt later wordt. Wanneer die kinderen allebei slapen of zo. Dat ik gewoon rustig op de bank kan zitten. En mijn haar kan doen. Maar ik ben moe. Oh my god. Maar ja. Ik heb wel een paar... Ik heb kapsels. De kapsels die ik op de 2 zusjes moest doen. Hadden ze al een keertje. Dus ja, ik had wel een foto gemaakt van de 2e kapsel. Omdat ik het dit keer mooier vond, want ik had meer kralen gezet. Ah, die ga ik hier zo zetten. Want jullie kunnen... Ja, ik ga het hier zo zetten. Dat jullie toch een beeld hebben. En ik had nog eentje. En ik heb gewoon een puistje hier. Ik had nog eentje en die ga ik ook hier zetten. En als jullie je dochter of je zoontje willen brengen... Volg me op Instagram. Ik zet mijn Instagram hieronder. En wie weet. Maar anyway. Amaya is bij een vriendinnetje gaan spelen. Shakur is naar de kapper. Maar het was net belde mijn vriend en de kapper was zo druk. Ja, hij had de afspraak, maar hij was 10 minuten laat. En het was kapot druk daarna. Dus hij is dus niet aan de beurt geweest. Maar goed. Ik zie jullie later weer of morgen. Anyway, welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zondag inmiddels.
En vandaag gaan we lekker barbecuen. Amaya is een beetje boos. Omdat haar telefoon recent kapot is gegaan. Maar geen probleem, binnenkort kopen we een nieuwe telefoon voor haar. En we gaan vandaag barbecuen. Het is nu 1 uur en we hebben om 3 uur afgesproken dat we gaan barbecuen. Ik heb een springkussen ook gehuurd voor de kinderen. En gewoon een beetje gezellig maken, zeg maar, laatste dag van de vakantie. Dat we toch nog eventjes gezellig kunnen zijn samen. Ik heb niet veel mensen gevraagd of zo per se, maar wel gewoon mijn vriendinnen. Een paar mensen. Dus ja, nu is het gewoon even lekker relaxen. Ik heb mijn haar een soort van gedaan. Maar het is niet wat ik wilde hebben of zo. Oh, ik zie echt mijn vriendinnen. Maar ik heb er filmpje ervan gemaakt. Dus dat ga ik ook binnenkort even posten, misschien na deze vlog. En dan kunnen jullie zien hoe ik het heb gedaan. Maar ja. Maar ik ga eventjes een popcorn voor me pakken. Maar die bruine zakje. Doe gewoon normaal, hoor. Wat? Die bruine zakje popcorn. Karamel smaak. Het is zo lekker. Ik had het gekocht bij Lidl. Een grote zak met kleine zakjes popcorn. Ik had het niet eerder gezien, hoor. Er zit zoet, zout en karamel smaak in. Zo lekker. En ik dacht, ik weet niet of het er al lang was, maar het is deze. Zit er onder andere in. En het is zo lekker. Maar het zit zo weinig in. Het is gewoon minder dan de helft. En ik heb ook van mijn oma, net was ik bij mijn oma. Ik heb... Kijk, en er zit er ook een kinderwagen aan. Meer rommel aan de arm. Maar dus straks gaan we lekker barbecuen. Tot straks. En een schoentje. Zie je? Ik weet niet wat dat groot ding is. En ook een schoen. En een stukje hout. Maar, en een fles. En eend alles. En kijk, hier die schoen. Peppy. Ze heeft haar lievelingsbroek aan. Ze heeft haar lievelingsjasje aan. So, here we go. Oei. Skoro meid. Nou, ik heb Amaya naar school gebracht. En het was echt spannend. Zoals toen we naar school liepen, was ze echt van, oh my god, yes, ik ga naar school, bla bla bla, echt enthousiast. Maar toen ze uiteindelijk in de klas zelf kwam, was ze ineens heel stil en durfde niet rond te kijken, terwijl ze eigenlijk met dezelfde klasgenoten zit als vorig jaar. Want ik zag wel een paar kinderen van de oude klas van vorig jaar daar zitten. Dus ja, maar ja, ik denk dat ze gewoon moet wennen. En gelukkig kenden ze de juffrouw ook al. Want hier is de oude klas en schuin tegenover, daar is de nieuwe klas. Dus in principe is er niet heel veel veranderd of zo. Ze heeft alleen een nieuwe juffrouw en dat. Ik vind het zelfs heel spannend voor haar. Groep 4, mijn meisje wordt zo groot. Dat ik bijna emo word. Ze is echt groot geworden. Maar ja, ik hoop dat ze een leuke eerste dag krijgt. Ik hoop dat ze een leuke eerste dag krijgt. En dat ze gewoon
op de gemak gaat voelen, ook bij de juffrouw. Want dat was altijd een issue. Dus ja. Ze moest zeg maar altijd wennen als ze een nieuwe leerkracht had. En toen ze naar groep 3 ging, duurde het echt 3 weken of zo. Voordat ze echt kon wennen aan de nieuwe juffrouw. Want ze zat natuurlijk in groep 1 en groep 2 bij 1 juffrouw. Dus dat was best wel lang. En toen ging ze naar groep 3 en ze ineens een andere juffrouw. Duurde het 3 weken of zo voordat ze echt kon wennen aan die juffrouw. Dus ik hoop dat ze nu dat probleem niet heeft. Dat ze echt moet wennen. Want ze heeft de juffrouw zo vaak gezien dat ze de juffrouw eigenlijk al een beetje heeft. Dat ze de juffrouw al een beetje kent van ze weet wie ze is. Dus het is niet helemaal onbekend. Maar goed, ik ga dus nu gewoon rustig naar mijn werk rijden. En ja, voor de rest van de dag genieten. Zomervakantie is voorbij. Dus het echte, echte leven begint weer. Weer heel vroeg opstaan, kinderen klaarmaken, naar school brengen. Dus dat begint allemaal weer. Maar goed, ik wilde bij deze ook dan meteen de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Vond je het een leuke vlog? Zet dan een duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Bye bye!